ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag 17 februari. Ik heb een hele tijd niet gefilmd. Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien of helemaal niet is opgevallen. Dat kan natuurlijk ook. Mijn camera was stuk. En ik wilde hem laten maken, maar het was uiteindelijk toch te duur. En bla bla bla, allemaal gedoe. Dus ik heb nu een nieuwe camera gekocht. Dat gaan jullie hierna zien. Want ik heb eergisteren wel gefilmd. Waarschijnlijk gaat het eerst een beetje chaotisch zijn, omdat je er niks van snapt. Alleen daarna wordt het weer helemaal duidelijk. Want ik dacht dat ik eigenlijk de afgelopen weken nog wel genoeg had gefilmd met mijn telefoon. En allemaal dat soort dingen. Alleen ik kwam er gewoon achter dat het echt totaal niet interessant was. Dus ik dacht, dit ga ik ook zeker niet online zetten. Ik heb zaterdag wel gefilmd dat ik mijn camera ging unboxen. Deze nieuwe camera. Dus dat komt hierna. En dan laat ik jullie ook nog even die dag helemaal zien. Zodat dat voor jullie een beetje duidelijk is. Ik weet niet hoeveel beeldmateriaal dat is, maar ik vind het toch even leuk om erin te doen. Oké, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En goedemorgen. Het is al echt 1 uur geweest. En het is vandaag 15 februari. Ik zit in de auto. En ik heb echt niks meer van me laten horen. Maar dat ga ik allemaal nog duidelijk maken. In ieder geval, ik ben een beetje brak. Ik weet niet of je dat echt ziet. Ik ben echt heel erg moe. Alleen, ik ga nu een nieuwe camera halen. Dat is dus een reden waarom ik dus niks meer heb gefilmd. Dus ik ga nu naar Den Haag rijden. En ik heb zo lang getwijfeld. Een nieuwe camera is gewoon zo duur. Alleen, ja, je wil ook geen slecht. Ik dacht, ja. Ik moet het gewoon doen. Ik kan nu niet stoppen. Met review even weg. Maar ik kan gewoon niet stoppen. Maar ik ga alles nog uitleggen. In ieder geval, ik ga nu naar een winkel rijden. En dan ga ik een nieuwe camera kopen. En ik heb er echt heel veel zin in. Oké, ik ben terug uit de stad. En ik heb een nieuwe camera gekocht. Ik heb gewoon dezelfde camera gekocht die ik eerst ook had. Namelijk de Canon G7X Mark II. En ik heb hem bij Camera Express gekocht. En voor de mensen die het willen weten hoe duur die is. Ik heb totaal €640 betaald. En ik weet, het is echt super duur. Maar dit is gewoon echt mijn hobby. En ik vind het echt zo leuk om te doen. Dus ik vind het ook heel zonde om hiermee te stoppen. En ik dacht, het is wel leuk om hem even te unboxen. Want wat er dus met mijn oude camera was gebeurd. Ik weet nog niet precies hoe ik alles ga editen. Want ik had wel die dag namelijk gefilmd. Hij was namelijk gevallen. En hij was dus gevallen waardoor... waardoor dus de lens was, er was een soort kabeltje was afgebroken wat heel duur is om te repareren. Dus dat had eigenlijk geen nut om dat te doen. Even kijken, hier zijn alle boekjes, maar ik heb dus eigenlijk alles al. En oplader heb ik ook al, maar dat is heel chill, want dan heb ik er dus nu 2. En de camera. Dat was de allerlaatste die ze hadden, dus ik was echt heel erg blij. Ik was echt net op tijd. En zo ziet hij eruit. Het is gewoon precies dezelfde die ik hiervoor ook had. En ik ben ook eigenlijk wel heel blij dat ik gewoon een nieuwe heb. Ja, ik ga hem nu even opladen. En dan ga ik voor de rest ook weer filmen op de andere camera. Dan ga ik ook even kijken wat ik nou allemaal heb qua beelden. Wat ik daar nou precies mee wil doen. Oké, ik film nu met mijn camera. Ik ben hier zo blij mee dat hij het weer doet. Ik kan het niet beschrijven. Ik heb me zo goed gevoeld om helemaal niks te kunnen filmen. En nu doet hij het eindelijk weer. Dus ik ben echt heel blij. En de instellingen moet ik nog wel aanpassen. Alleen, ik was in slaap gevallen, want ik was heel erg moe. En wij hebben nu Spaanse avond, gewoon met vrienden. Dus dat is echt super leuk. En ik zal wel een paar kleine gerechtjes filmen, maar ik ga binnenkort nog alles uitleggen. Maar ik wilde gewoon even de camera proberen en even kijken hoe en wat. Dus ik ga nu lekker weer gezellig naar beneden en dan gaan we lekker Spaanse avond doen. Ik zal misschien tussendoor wat dingetjes filmen. Nu hebben jullie dus gezien dat ik de nieuwe camera heb. En het is vandaag dus maandag. En ik moet straks naar school. Alleen ik heb heel slecht gepland. Want ik moet nog eigenlijk een foto maken voor Instagram. En ik ben in mijn eentje. En dat gaat niet echt lukken. Maar ik ga het zo meteen even proberen. Door foto's te maken met mijn camera. En in deze vlog ga ik ook vertellen hoe het weer met school gaat. Ik heb mijn nagels weer laten doen. En waarschijnlijk... zijn er ook mensen die op deze video hebben geklikt.
door mijn titel. Want ik ga ook vertellen over wat er tussen mij en Mick is gebeurd. En ja, dat een beetje. In ieder geval, ik moet zo naar school. Dus ik ga nu even snel me klaarmaken. Dan ga ik foto's even snel maken als dat lukt. En dan krijg je die straks verder een update. Dus ik moet eventjes kijken. Maar ik heb nu een beetje haast. Dus ik ga nu die foto's maken. Oké, ik heb net geprobeerd buiten foto's te maken. Maar het is niet helemaal gelukt. Even kijken of ik hem nu wat lichter kan zetten. Ja, dus ik heb geprobeerd buiten foto's te maken. Maar het is niet helemaal gelukt. Het is een beetje te licht. En hij moet morgen online. Dus ik moet even kijken. Ik ga morgen met school naar het klooster. Dus misschien dat ik daarvoor een foto kan maken. Of daarbuiten. Ik moet echt eventjes kijken. In ieder geval, ik moet nu naar school. Dan heb ik Engels en traject. Ik ga mijn camera niet meenemen. Want mijn beschermhoesje van mijn camera ligt nog bij mijn vader. En ik ben echt veel te bang dat hij gaat vallen. Dus deze laat ik dan hier. En dan ga ik die na school gelijk halen. En dan, ja. Want morgen neem ik hem sowieso mee naar het klooster. Maar daar ga ik nog alles over vertellen. In ieder geval, ik moet nu. Ik moet alleen nu gewoon naar school toe. Dus ik laat mijn camera hier. En ik zal misschien even wat filmen met mijn telefoon. Oké, ik ben eindelijk thuis. En ik heb even wat spullen gehaald bij mijn vader voor morgen. Want ik ga morgen dus naar het klooster. En een tasje. Die had ik al. Daar had ik dus vanochtend die foto's mee gemaakt. Maar die zijn echt mislukt. Dus ik moet even nog naar daar kijken. En ik heb mijn auto een beetje opgeruimd. Want er moeten dus morgen nog 3 anderen mee rijden. Nou, moeten. Dat wil ik graag. Ik ga nu even mijn spullen opruimen en dan ga ik jullie laten zien wat ik allemaal mee ga nemen. Oké, ik had net gezegd dat ik eerst mijn spullen zou laten zien. Alleen denk dat het handig is als ik eerst dit vertel. Want ik weet dat er gewoon mensen zijn die alleen voor dit op deze video hebben geklikt. En dat is het wel zo handig als het een beetje aan het begin van de video zit. En dat ik gewoon een beetje duidelijk kan vertellen. Sorry voor mijn hoofd. Ik heb net echt een hele lange dag school gehad. Maar ik moest het nu gewoon even vertellen. Want morgen ga ik ook naar het klooster en heb ik er gewoon geen tijd voor. In ieder geval, voor de meesten die, ja, ik denk dat het wel veel mensen is opgevallen, dat het dus klaar is tussen, Mick en mij, of Mick en ik. Ik kom even niet zo goed uit mijn woorden, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, je snapt wat ik bedoel. En ik wilde hier eigenlijk helemaal geen tijd aan besteden, ik wilde hier geen video over maken, ik wilde hier niks over vertellen. Omdat ik gewoon vind dat het echt heel erg privé is. En ik had ook niet verwacht dat er zoveel reacties over kwamen. Mick en ik hebben het natuurlijk tijdens onze relatie best wel veel gedeeld. En veel op internet gezet. Vooral op YouTube. En daar stond ik op dat moment gewoon volledig achter. En jullie vonden die video's ook altijd heel erg leuk. Dus dat waardeer ik ook heel erg. Alleen het nadeel is natuurlijk wanneer het niet goed afloopt. Is dat het nog steeds op YouTube staat. En nou ja, dat heel veel mensen het in ieder geval weten. En ja, ik heb er daarom ook voor gekozen om alles eraf te halen van YouTube. Ik heb het niet verwijderd, ik heb het gewoon privé gezet. En misschien zal je in sommige vlogs hem nog wel voorbij zien komen. De oude vlogs dan bedoel ik, die nog online staan. Maar in ieder geval alle vakantievideo's en zo zijn er allemaal vanaf. En op Instagram is ook alles verwijderd. De reden waarom ik het dus nu vertel is omdat echt heel veel mensen... Die bemoeien zich eigenlijk gewoon met je leven. En ik krijg dagelijks gewoon Insta-DM's over hoe het zit tussen mij en Mick. En dat gaat natuurlijk helemaal niks en niemand aan. Alleen, het werd zoveel dat ik er wel aandacht aan moest besteden. Want mensen gingen ook hun eigen theorieën bedenken. Van waarom dit dan verwijderd was. Dat komt dan daardoor en dit en dat. En dat vond ik gewoon super vervelend. Dus ik wilde ook gewoon dat het even duidelijk was. En... er werd ook heel vaak onder mijn video's gereageerd. En dan vroegen mensen ook van ja, waarom vertel je het niet gewoon? En ik heb er natuurlijk toen zelf voor gekozen om alles online te zetten. Dus het is ook wel zo netjes om het nu dan nog een beetje uit te leggen. Ook al vind ik eigenlijk dat ik dat zelf mag kiezen. Het enige wat ik er dus over wil vertellen is dat Mick dus niet meer in de video's komt. En dat het dus over is. En
dat ik dus ook geen berichten meer via Insta DM wil over wat hij aan het doen is of waar je hem tegenkomt of iets. En ik snap dat mensen mij daar een soort van mee willen helpen. Of ja, ik weet niet precies hoe je dat wil noemen. Alleen, ik wil dat liever gewoon niet ontvangen. Dus het zou fijn zijn als mensen dat gewoon accepteren en er ook geen berichten meer over gaan sturen. Ik hoop niet dat ik de hele tijd onscherp was. Dat hoop ik niet. Maar in ieder geval, wat ik daar eens over wilde vertellen is dus dat als jullie me ergens tegenkomen of iets of bla bla, dat dat gewoon niet naar mij in berichten hoeft. En ik weet dat sommige dingen jullie echt willen laten weten, maar ik hoef het gewoon echt niet meer te ontvangen. Dus dat eigenlijk. Dat eigenlijk. Wat ik nu ga doen is mijn spullen inpakken voor morgen voor het klooster. Want we gaan dus met school een dag naar het klooster. 2 dagen, 1 nachtje. En je hebt wel je eigen slaapzak en allemaal dat soort dingen nodig. Dus ik heb net even wat spullen gehaald. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan laat ik het zo meteen wel even aan jullie zien. Oké, ik ga morgen natuurlijk naar het klooster. Dat heb ik al gezegd. En ik zal morgen wel beter uitleggen hoe en wat. Maar ik zal even laten zien wat ik meeneem. Ik doe alles in deze tas. Gewoon een tas, want dat is genoeg. Ga maar 1 dag. En deze heb ik ooit van het Luzak gekregen toen ik daar zat. En die gebruik ik dan gewoon voor dit soort dingetjes. Daarin doe ik mijn slaapzak. En we hebben daar wel een bed als het goed is. Maar een slaapzak is wel fijn om in te slapen. En dan een kussensloopje en een hoeslaken. Dus dat ga ik er zo in doen. Dan heb ik voor zekerheid een paraplu mee. Mijn haarborstel, mijn Apple Watch en mijn camera neem ik mee. Maar daar film ik natuurlijk nu mee. Dan heb ik een schrift en een pen. Want ik weet niet of we dingen moeten opschrijven. Dus ik dacht ik neem het voor zekerheid maar mee. Dan heb ik voor te slapen heb ik dan een kort broekje en een groot shirt. Of een legging, ligt eraan hoe koud het is. Handschoenen voor als we gaan wandelen. Dag voor de zekerheid. Ik heb het namelijk heel snel koud. Mijn medicijnen. Ik heb namelijk astma. En een flesje die ga ik morgen even vullen. Dit neem ik dan mee en dan moet daar nog bij mijn toiletspullen. Niet zo heel veel dus. En de outfit die ik de dag erna aan doe. En het is heel simpel. Het is gewoon een sportlegging met schoon ondergoed en een zwarte trui. En die is van de H&M. Zullen jullie daar ook nog wel zien. En om morgen aan te doen een BH. Misschien doe ik deze pet op. Een zwarte legging. En daaronder heb ik dan een Nike trui. En die is van mijn broertje. Maar die zit gewoon heel lekker. Dus ik dacht, die doe ik dan morgen aan. Dus ik ga het nu even in die tas doen. En dan zien jullie mij morgen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag de 20e en ik heb gisteren wilde ik van de week vlog, wat jullie nu kijken, het kloosterdeel bewerken. Alleen ik kwam erachter dat het echt 22 minuten duurde en als ik dit ook nog in de week vlog ga doen, dan wordt de vlog zo lang. Dus ik heb besloten dat die video eerder online komt, dus die staat nu al online en dan weten jullie dat dus. En nu ga ik gewoon verder weer met deze dag. Oké, het is inmiddels 10:30 en ik begin pas om 12:00. Ik heb net mijn make-up gedaan en ik heb mijn haar niet gewassen. Het is wel een beetje vet, alleen ik wil dus na school even naar de zonnebank gaan. En ik voel me niet super lekker, maar ik heb niet heel lang les en we moeten ook wat filmen op school. Dus dat ga ik zo meteen nog wel even uitleggen. In ieder geval, ik ga nu even wat eten maken. Ik denk gewoon een broodje en dan onderweg naar school. Oké, ik wilde net een eitje eten, alleen het ei was over de datum. Ja, 1 dag, maar volgens mij is het zo. Als er de datum van gisteren op staat, dat het al een week van tevoren moest weggegooid worden. Dus ik dacht, dat ga ik maar niet proberen. Dus ik heb nu even een broodje met wat anders gegeten. Ik ga nu snel mijn tas inpakken en dan ga ik richting school. En dan moet ik daar ook wat filmen, maar dat zal ik wel. Dan zal ik straks even uitleggen wat dat is. Oké, kijk hoe dat eruit ziet als ik bijvoorbeeld dan... Dit pak. Dit is geweldig. Zo. Je ziet helemaal niks van jouw hoofd. Oké, doe eens met...
Oké, ik ben terug van school. Ik ben echt helemaal doorweekt geregend. Maar ja, het is niet anders. Ik ga even wat eten maken. En wat ik dus op school moest doen, want ik heb uiteindelijk niks meer gefilmd. Nou, ik heb dus één ding gefilmd wat hierna komt. Dus jullie vinden het leuk om soms te weten wat ik allemaal doe op school. Nou, ik volg dus het kunsttraject. En we hebben dus nu een opdracht dat we een workshop moeten doen voor groep 3-4. En het gaat over plastic soep. Dus wij willen dan dat we een orkest zijn en dat de muziekinstrumenten zijn gestolen. En dat we daardoor met die kinderen muziekinstrumenten moeten maken van afval en dat gaan spelen, bla bla. En net hebben we dus het filmpje opgenomen dat ik de muziekinstrumenten steel. Dus dat filmpje zou ik hier achter wel plaatsen. Dat is wel grappig om even te zien. En dan gaan we dat dus laten zien. Dat zijn dan de camerabeelden die dan in het muzieklokaal hangen. Nou, ik ga nu even wat eten, YouTube video's kijken. Daarna ga ik mijn make-up eraf halen. En lekker in bed liggen, want ik ben zo moe. Echt niet normaal. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Gisteren heb ik helemaal niks meer gefilmd, sorry daarvoor. En ik heb nu vanochtend heel snel make-up gedaan. Want ik heb echt veel te lang in bed gelegen. En ik heb pas nu om 12:30 school, ik moet over 5 minuten beginnen. En vandaag is ook een nieuwe liedje van Ronnie Flex en Tabitha uitgekomen. Dus ik heb hem net in de auto geluisterd. En ik vind hem wel leuk, maar ik had hem heel anders verwacht. En ik heb straks drama en dan pedagogiek, maar ik moet even kijken of ik daar naartoe ga. Maar ja, ik vind, dit vind ik een beetje, dit vind ik wel leuk. Alleen, ja, ik weet niet. Ik had het gewoon heel anders verwacht, maar het is wel een leuk liedje. In ieder geval, ik ga nu naar school. Ik weet niet of ik daar iets ga filmen en dan zien jullie mij na school weer. Mijn huid, man. Tot chill zitten. Oké, nou, we hebben net drama gehad en we dachten, we zijn er klaar mee. We willen vakantie. Dus ik ben met Floor en met Vos en we gaan nu even autotheorie... Nee. Ja, zeg maar, ja. Autotheorie leren voor Vos en daarna gaan we lekker lunchen. Even de vakantie inleiden met de meiden. Woehoe! Dus, nou, gooi je koffers maar in de achterbak. Meteen door naar Antwerpen. Zou ik gezellig een keer achterin zitten? Ja, wat leuk voor mij. Nee, grapje. Daar ga ik voor in. Nee, juist om samen met jou te zitten, dat bedoel ik. Knip, cut it. Grapje. Cut it. Cut it. Ik ga wel gezellig achterin. We hebben het gewoon weer voor elkaar. Ze is gewoon weer bij. Ja. Ze is gewoon mee. We krijgen het altijd voor elkaar. Ik ben zo goed in overhalen. Ja, maar ik weet het gewoon dat jullie gewoon altijd leuke dingen doen. Oh, wat schattig, Fossie. Je bleek eerst heel sterk, want toen zei je... Nee, ik wil eigenlijk ook helemaal niet. Nee, je zei echt ook best wel wat gemeen. Want nu ga jij het over van dat het goed bezig was. En toen ben ik toch weer niet. Ja, toen ben je toch overgehaald. Toen ben ik weer zwak. Toen was je toch zwak. Ja, maar jullie hebben jullie hebben gewoon... Oh, ik ben nu al mislukt. Woe! Daar gaan we. Zeldzaam. Kijken. Nee, dit kan gewoon. Zet het zo. Oké, ik doe wel gewoon even aan het werk ben. Ik versnel het gewoon. Dan zal ik even praten. Ik wil net lekker. Je aan mij uitlegt. Ik kan wel vertellen wat ik aan het doen ben. Oké, we hebben net lekker gegeten. En zo meteen. Het is echt heel ongemakkelijk. Nee. Ik probeer nu mijn vlog online te zetten. En ik ben even Vos aan het helpen met haar theorie. En Floor kijkt toe. Ik help ook mee. Ja, ik weet hier ook veel van. Ja, jij kan hier ook alvast voor leren natuurlijk. Ga gewoon blijven. Zo niet. Jawel. Nee, maar ik heb ook gewoon een nieuw boek uit mogen te leren. Scooters. Ik weet het allemaal wel. Scooters bijna gewoon hetzelfde. Ja, alleen iets meer. Alleen iets op auto's iets meer. Daar heb ik toen niet zo gehad. Oké. Ik ben al een hele tijd terug van school. En daarna was ik gaan lunchen met Floor en met Voske. Dus dat hebben jullie gezien. En ik ben nu weer een week bij mijn vader. Dus ik had mijn spullen ingepakt. En
nu ben ik hier. En toen kwam ik hier en toen was er een nieuw pakketje van Chiquelle. Dus dat is heel erg leuk. Dus ik dacht, ik ga het gelijk even unboxen. Even nadenken, want er zit ook een kortingscode bij. Volgens mij weer Janette S. En dan volgens mij iets met Janette 2020. Maar ik zal het even hier in beeld zetten. Ik krijg best wel vaak pakketjes van Chiquelle. En ik ben altijd echt super tevreden. Alleen, ik mag dus van een lijst uitkiezen. En deze keer was de lijst echt met alleen maar sale items. En als ik gewoon heel eerlijk ben, zaten er gewoon best wel veel items in die ik niet leuk vond. En gewoon op de site waar alles op staat, als de nieuwe collectie, vond ik wel weer heel erg leuk. En ik moest 8 dingen uitkiezen en ik kreeg er 4 opgestuurd. Maar ik kon eigenlijk maar 3 leuke dingen vinden. Dus ik moet eventjes kijken. Alleen ik ben gewoon heel erg tevreden altijd over de kwaliteit en allemaal dat soort dingen. Dus ik vond het ook zonde om het niet te doen. In ieder geval, het was er wel echt heel snel. Volgens mij had ik echt eergisteren gestuurd wat ik wilde. En toen werd het de volgende dag al verstuurd. Maar ik heb dus nooit een idee wat ik krijg. En ik zal sowieso ook try-on beelden maken. Maar dat maak ik dan even morgen. Als eerst, het zit dus gewoon in deze zakjes. En, oh ja. Wat erin zit is zo'n zwarte top met zo'n rits. En eigenlijk heb ik dus al zo'n top. Maar ik vond deze wel heel erg gaaf omdat de onderkant dus met elastiek is. Dus ik vond deze wel iets hebben. En deze had ook een zak hier. Ja, dus hij lijkt wel heel erg op een top die ik al heb. Alleen dan vind ik deze wel wat leuker. Dus dan ga ik denk die andere op United Wardrobe zetten. Ik heb nu ook vanaf nu vakantie. Dus ik ga ook wel weer wat meer dingetjes erop zetten en zo. En ik heb gewoon een maatje S genomen. Oh ja, deze trui vond ik wel leuk. En zeker met de leren broek onder. Het is namelijk gewoon een grijze lange trui met een col. En het is een beetje lichtgrijs. Deze is ook in een S. En lange mouwen. Alleen de achterkant is dus iets langer. En dat vind ik altijd heel erg leuk om boven zo'n legging van die wat langere truien te dragen. En het is niet een hele dikke stof. En hij heeft dus een split aan de zijkant. Dus dat is ook heel erg leuk. Zo. En zo zie je dus dat de achterkant iets langer is dan de voorkant. Dan zie ik een rood item. En deze was een beetje tricky. Want op de site kon ik gewoon niet echt heel goed zien hoe het eruit zag. Maar ik dacht misschien voor vakantie is het wel heel erg leuk. Oh ja, want ik heb dus vakantie geboekt. Ik heb 2 vakanties geboekt. Eén. Even kijken. De eerstvolgende meivakantie, 27 april, wanneer het Koningsdag is, ga ik op vakantie naar Spanje. Echt heel veel zin in. En dit is dus een heel lief, zacht, ja, soort schattig rood jurkje. Ik hou nooit heel erg van korte mouwen, maar voor vakantie is het natuurlijk wel handig. En ja, het leek mij wel leuk met een riempje eromheen. Ik hoop dat je het goed kan zien. Alleen ik had de kleur iets anders voorgesteld. Hoe heet die? Early Sunlight linnen dress. Dan als laatste zit er een soort jasje in. En deze vond ik er echt ook leuk uitzien. Even kijken. Zo. Dus het is echt een super zacht jasje. En die kan je dus, ja, het is eigenlijk gewoon een warm vest eroverheen doen. Echt heel erg leuk. Deze is veel leuker dan op de zij. En hij heeft wel van dit soort haakjes om hem dicht te doen. Maar het is gewoon een heel leuk vest. Gewoon ergens overheen. Super dik. Dus als het wat, ja, als het eigenlijk net te koud is en je wil ergens iets overheen, dan is dit echt een heel fijn zwart vest. Ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Ik was gewoon een beetje bang. Een paar items was het mooi. Een paar items was het gewoon net niet. En ik was een beetje bang daarvoor. Maar dit zijn echt hele leuke dingen. Ik ga nu even mijn vlog online zetten en dan ga ik lekker eten. Oké. Het is vandaag zaterdag. En volgens mij is het licht best wel slecht. Alleen, of valt het wel mee? Oké. Dit is beter. Het is vandaag zaterdag. En ik moest vanochtend heel vroeg werken. En daarna heb ik in bed gelegen. En nu is het inmiddels al 5 uur geweest. En Eva is onderweg naar mij. Want we gaan samen eten. En daarna gaan we of uit. Of we gaan gewoon een filmavondje doen. Ik heb wel wat lekkers gekocht en zo. Alleen ik moet morgenochtend ook werken. Dus ik weet niet of ik het anders volhoud. De laatste tijd heb ik het best wel vaak gedaan. En dan was ik echt zo moe op werk. En ik heb er nu niet zo'n zin in.
In ieder geval, ik heb me omgekleed. Ik heb een grijze trui aan, zwarte kool en een soort leren jogger of zo. Of hoe heet dat? Geen idee. Ik wacht even op Eve en dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Dus ik heb er heel veel zin in. Oh, lekker dat blauwe licht. Oké, Eve is er. En we gaan zo meteen uit eten. En daarna dachten we, misschien kunnen we naar de bios. Dus we dachten, dat is wel even leuk om te filmen. Films in Pathé's bij. Vandaag. Vandaag. Maar ik wil dan wel een beetje later filmen. Slaap je eigenlijk sowieso bij mij? Ja, ik zat te denken, als we niet uitgaan, dat ik gewoon thuis slaap. Gretel en Hansel. Maar vind je dat niet erg? Nee. Gretel en Hansel. Ik kan gewoon later dat je Hans en Grietje. Oh, dat is, zullen we daar naar heen gaan? Dat is een horror. Is dat een horror? Ja. Of vind je, wil je dat niet? Jawel, ik vind het wel prima. Kijk, ik heb geen tijd om thuis te zijn of zo, maar dat is ook gewoon handiger. Dan gaan we gewoon de hele avond Love Island. Dat schijnt echt. Ja, ik heb ook gehoord dat je in één keer helemaal erin komt. Maar heb je geen één andere afdeling? Nee. Ik wilde wel echt heel graag, maar ik heb het niet gedaan. Oké, dan gaan we nu. Het schijnt al de eerste afscheid al helemaal dramatisch en zo te zijn. Okay, dan gaan we nu wel popcorn halen en lekkere dingen en dan gaan we hier kijken. Ja. Alleen wat heel kut is, ik kan alleen Netflix hier op kijken, geen video dan. Wel op mijn laptop, maar niet op mijn. Oh, op de tv. Nou, dat maakt toch niet uit. Oké, we gaan even eten. Oké, Bo, zie je die foundation vlekken hier? Oké, even en ik gingen net pizza eten. Nou, we waren 1 seconde binnen en toen kregen we al gratis drankjes. Het was echt heel ongemakkelijk. Maar wat het een beetje is, we kunnen het op zich al gewoon vertellen. Dus er waren 2 jongens die kenden we niet. En toen kwam er dus iemand, een ober, gewoon van: willen jullie drankjes? Want jullie krijgen het gratis van hun. En daarna hebben ze helemaal niks meer tegen ons gezegd. Ja. Dat is toch voor ons gaat. Ik vind eigenlijk beter. Voor ons gaat het drank. Ik hoef geen contact met die mensen. En toen namen we een cola en een iced tea. Dus dat was wel een beetje. We hadden beter luxe champagne kunnen nemen. Ja, echt, hè. Maar we gaan nu weer terug met de auto. En dan gaan we even Love Island avondje. Oh, ik heb er echt zin in. Ik ook. Dus we hebben net. Ik zal zo meteen even laten zien wat we hebben qua eten. Ik zie er echt niet uit. Ja. Ik heb een beetje een juffen outfit, maar toch niet. Oké, Eve en ik zijn terug. En we gaan lekker Love Island USA kijken. UK. Even opnieuw. Kan dit. Oké, ik ben met Eva. Ik laat het wel gewoon in de vlog wat ik zei. Maar oké, en we gaan Love Island UK kijken. En we hebben lekker popcorn en M&M's en snoepjes. En een lekker dekentje. Nou, wat wil je nog meer, meid? Fanta. Ik bedoel, iced tea. Even kijken. Iced tea. Zou ik dat nu al pakken of iets anders drinken wat koud is? Ik vind iced tea wel lekker, maar ik heb nog niet zo heel erg gedorst op zich. Zoals je die pop van gaat. Ja, dan doen we dat zo meteen. Dan kijken we deze aflevering, deze 20 minuten af. Dan pak ik de iced tea en dan pak ik bakken voor de popcorn. Want ik haat het om uit die zak te eten. Oké, okay, goed idee. Oh, ik zie er ook lekker uit. Oké. Het is inmiddels, hoe laat? 12 uur. 12 uur. En Eve en ik hebben denk ik 5 afleveringen of zo van Love Island gezien. Nou, ik denk wel meer. Ik denk eigenlijk ook wel meer. Maar het is wel echt een leuk seizoen. We zitten er nu al echt helemaal in. Dus dat is wel echt heel chill. Dat is wel echt chill. Maar er zitten wel echt weer een paar types in. Oh my god. Maar we gaan niks zeggen, want dat is niet leuk voor mensen die nog moeten kijken. Precies. Maar ik ga nu even brengen. Maar ik cringe echt hoor, sorry. Ja, sommige mensen. Maar het is wel een seizoen waar je lekker snel in komt. Ja. In ieder geval, ik ga nu even naar de wc en dan ga ik even wegbrengen. En morgenochtend moet ik werken. Oké, het is inmiddels maandag. En het laatste wat ik heb gefilmd is volgens mij met Eve. En gisteren heb ik carnaval gevierd. En ik heb toen helemaal niks gefilmd. Ik heb ook gewoon niet de dag geopend. Daarvoor moest ik werken en het was allemaal heel erg haasten. Dus toen heb ik voor het eerst in mijn leven carnaval gefilmd. Voor het eerst in mijn leven carnaval meegemaakt. En de vlog moest vandaag ook online, maar ik moest vandaag ook werken. En ik ben echt helemaal kapot. Dus ik ga hem nu editen en dan komt hij morgen online. Dus dan is dit het einde van de vlog. Ik heb geen idee of die leuk is geworden. Omdat dat stukje van het klooster heb ik uiteindelijk een aparte vlog van gemaakt. Omdat die 22 minuten was. En die staat al online. Dan ga ik morgen een nieuwe week vlog beginnen. Want ik heb toch vakantie. En dan ga ik wel even kijken wat ik allemaal ga filmen. In ieder geval
ga ik nu de vlog editen. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doeg!